vervolgens hebben we ook steeds maar veranderende wetgeving. Denk aan de wetgeving rondom de woningmarkt. Die heeft een grote invloed op de waardebepalingen. En dus het sociale factor, hè, wat betekent vastgoed voor de omgeving, ja, die is natuurlijk ook evident. Dus wat mij betreft is ESG here to stay.